Welkom bij het Haagse TV-journaal van woensdag 7 september. Vandaag in het nieuws. Fietstoer laat bijzondere plekjes van Den Haag zien. Jacques Brel maakt een bijzondere carrière-switch. Maar eerst Den Haag volop aanwezig in het komend televisieseizoen. Het zijn niet al te slimme mensen, maar op zich vind ik het altijd wel grappig om naar te kijken. Deze jongen heeft het over het televisieprogramma O.O. Gerso. Het programma komt met een nieuwe Haagse cast terug op tv. En het programma OOBesitas, waarbij dikke Haagse mensen worden gevolgd, is ook in de maak. En dan is er ook nog een nieuw seizoen met Barbie, Enkeltje Tormelinos, dat vanaf vandaag op tv te zien is. Den Haag en de Haagenezen zijn dus een succesvol televisieformat. Maar moeten we hier wel zo blij mee zijn? Nee. Nee, echt totaal. Het geeft echt een slecht beeld, denk ik. Ja. Ja, het brengt wel Den Haag op de kaart, zeg maar, want iedereen weet wel van bijvoorbeeld Jokertje en zo. Het is wel grappig, maar... Het is niet, denk ik, echt goed of zo. Nee. Ja, het zijn gewoon jongeren. Het is gewoon het imago van een jongere. Dus of het nou speciaal voor Den Haag is, ja. I don't know. Ik vind het niks. Nee. Goh, het imago vandaag weet ik niet. Je denkt dat er alleen dikke mensen wonen dan en debielen. Dus ik geloof niet dat het goed is vandaag. Nee, ik vind het soms wel grappig, maar ik hoef het niet per se op tv. Het is niet dat ik het ga volgen of zo. Maar, niet per se Den Haag, maar het is wel gewoon jongeren. Maar het is niet per se goed om echt alleen maar Haagenezen dan bij elkaar. Ik denk dat de mensen die buiten Den Haag vinden het heel leuk. Maar het is niet de werkelijkheid, denk ik. Het is alleen maar zon, zuip, ziekenhuis en dan Den Haag edition. Het is nooit positief of zo. Zou jij meedoen aan zo'n programma? Nee, dat ga je me niet vinden. Echt niet. Nee, is niks voor mij. Het is niet mijn levensstijl, het is niet hoe ik me gedraag, hoe ik doe. En toevallig als er een camera bij staat, anders gedragen. Nee, gewoon lekker jezelf blijven. Ja, lijkt me wel lachen om mee te doen. Hè. Ja, is het toch leuk om een keertje mee te maken? Nee, ik heb betere dingen te doen. Ja. Nee. Nee, je zet jezelf heel erg voor schut, zeg maar, met zo'n programma. Dat denk ik. Kan beter gewoon, als je iets leuks wil doen met vrienden, ga je dat toch lekker zelf doen. Lekker hieruit of ergens anders, maar dan hoef je niet per se naar zo'n programma. Die gaan we nog tegenkomen vandaag, maar we gaan eerst het kapel in, waar we welkom zijn, dus kom verder. Dit is het Sint Willy Broeders kapel. Nou, dat is eigenlijk verscholen, want vanaf de buitenkant is hij niet zo goed zichtbaar. Het enige wat zichtbaar is, is dat raamwerk. En onthoud dat raamwerk goed, want dat ga je vandaag nog in je handen vasthouden. Dat is ook het etiket van het Haagse broederbier. En dit is een van die verborgen pareltjes in het mooie hofkwartier. Dit ga je niet snel tegenkomen in Den Haag, zo mooi. En om meer mensen kennis te laten maken met bijzondere en verborgen plekjes als deze, startte Sylvester van Oel samen met zijn partner Fleur Schellekens de Cycle & City fietstour. Een fietstocht die anders is dan de vele die Den Haag al rijk is. Wat wij anders doen is dat wij eigenlijk de pareltjes van Den Haag combineren met de lokale horeca. Het is geen kroegentocht, het is ook niet een suffe cultuurtocht. Het is gewoon ja, iets van beide, een beleving voor de hele dag. En wat is nou die Haagse poffa? Dat is een brood met krenten erin en spijs. En let vooral op de krenten, want zo krenten zijn we niet. Het stel toont met de fietstocht hun liefde voor het centrum van de stad. En laat ook duidelijk zien waar ze vandaan komen. Het Westland. Nou, wij hebben de gouden fiets. Hoe zijn we daarop gekomen? Hij komt uit het Westland, daar zeggen ze altijd helemaal goud. En ja, ik kom uit Rijswijk en oorspronkelijk ook wel Den Haag. Ja, en daar heb je de gouden koets. Wij dachten helemaal goud, gouden koets, dat wordt de gouden fiets. Het gouden stalen ros moet in de toekomst nog meer plekken in Den Haag gaan bereiken. Volgend jaar gaan we een wereldreis door Den Haag maken. Dus dan gaan we meer eigenlijk de andere kant op, Bierkade, Haagse Markt. En dan gaan we echt multiculturele opzoeken eigenlijk. Een cabaretier die een opera schrijft. Een bijzondere combinatie. Maar Jacques Brel ging de uitdaging aan. Het is net als met klei. Je begint met een stuk klei en uiteindelijk kom je tot een soort van asbak. Maar het moet natuurlijk een mooie vaas worden. Dus je gaat zitten kleien met z'n allen. En nu is de klei zo'n beetje droog, want we gaan beginnen. De opera De Vloek van Scheveningen zal vanaf morgen te zien zijn in het Zuiderstrandtheater. De opera gaat natuurlijk over Scheveningen. Het gaat over een waar gebeurd verhaal, 1894.
is er een enorme storm geweest. Er zijn alle boten van het strand, dat lag toen op het strand, dus al die boten zijn weggevaagd. Toen werd er een haven gebouwd. In die haven kwamen boten, maar er kwam ook een scheepswerf, want die boten moesten worden gebouwd. Dus de sleep, het verhaal over de sleep, de scheepswerf, die Scheveningen heeft gehad, staat centraal. En daar speelt het zich af, dus niet zozeer met de vissers op zee, maar met de jongens die in de loodsen staan te bouwen aan boten. En ja, daar gaat het natuurlijk ook gruwelijk mis, want die scheepswerf is ook failliet gegaan. En daar komt uiteindelijk een verhaal uit voort wat leidt naar deze tijd, namelijk naar het krakersbolwerk De Vloek. En De Vloek is nog niet zo lang weg, is nu 2 jaar weg. Heeft er toch 12 jaar gezeten, bijna 13 jaar. En dat is ook een groot deel van dat stuk. Dus het speelt zich ook af in deze tijd. Het is niet alleen maar de oude Scheveningse klederdracht. Maar het zit ook echt in deze tijd. En ook in de toekomst zelfs. We gaan naar 2030. En de Haagse cabaretier heeft niet alleen de opera geschreven, maar staat straks zelf ook op de bühne. Nou ja, er zit een verteller in die opera, want ik vond het leuk om door de tijd heen te lopen met een verteller. Dat is ook makkelijk, anders moet je allemaal dingen uitleggen. En als die verteller zegt het is nu 1960, is het gewoon 1960. De mensen die, met wie ik het maak, die zeiden, wil jij die rol niet doen? Ik was zelf niet van plan, maar ik ben gevraagd, om deze rol op mij te nemen. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk, als je zelf iets geschreven hebt, wil je het ook performen, wil je het ook laten zien. Het is natuurlijk een enorme eer, ook met Ernst Daniel Smit en Miranda van Kraling. Ja, dat zijn toch opera-vedettes om daarmee te staan. En ik mag zelfs een klein stukje met ze zingen. Kan je dat een stukje voor ons zingen? De eerste paal, 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 paal. De eerste paal, 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 paal. De eerste paal, 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 paal. De eerste paal, 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 de eerste paal. Met name die lage noten. Heel belangrijk. Protesten gisteren bij het bezoek van de Israëlische premier Netanyahu aan Den Haag. Hij is hier nog tot vandaag op uitnodiging van onze premier Mark Rutte. Het bezoek van Netanyahu zorgt voor emoties bij voor- en tegenstanders. In de hele stad waren gisteren verschillende demonstraties, anti- en pro-Netanyahu. De herinrichting van de raadzaal in het stadhuis is in volle gang. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in december gereed. Tot die tijd worden de raadsvergaderingen gehouden in de Statenzaal van de provincie Zuid-Holland. De eerste vergadering op de tijdelijke locatie is komende donderdag. Op de agenda staan onderwerpen als het fietsparkeerverbod in de Grote Marktstraat, het windmolenpark in de Noordzee en de uitvoer van de wet maatschappelijke ondersteuning. De one-man-show Alleen op zondag van Paul van Vliet in de Koninklijke Schouwburg wordt verlengd. De voorstellingen in het najaar lopen nu al zo goed dat er vanaf januari 2017 nog een nieuwe reeks voorstellingen is bijgeboekt. In Alleen op zondag brengt Paul van Vliet een selectie van het beste uit zijn repertoire, aangevuld met nieuwe teksten, komische types, persoonlijke liedjes en meeslepende verhalen. De stationsbuurt en de Schilderswijk worden mogelijk verlost van het doorgaande verkeer uit hun wijk. Een voorstel daartoe van de Haagse Stadspartij is positief ontvangen door de wethouder. De Stadspartij pleit al langer voor het weren van doorgaand verkeer uit de woonwijken. Doorgaand verkeer hoort niet thuis in woonwijken, het geeft daar veel overlast. Nou, dat zie je hier bijvoorbeeld op de Hoefkade. Dit is vorig jaar uitgeroepen de vieze straat van Nederland. Dat kwam omdat er bouwwerkzaamheden waren op de Mouwenskade of op de Javastraat. Dat weet ik niet meer precies, maar daardoor werd het hier de vieze straat. Maar feit is dat hier dus heel veel doorgaand verkeer doorheen rijdt. Dat zie je hier achter gebeuren. Nou is nog niet één spits. In de spits staat hier altijd vast. En wij, ja, de Haagse Stadspartij is van mening dat hoort niet thuis in woonwijken. Dat geeft een slecht leefklimaat. Kinderen kunnen niet buiten spelen. En verkeer hoort over doorgaande wegen te rijden en niet door woonwijken. Het idee is om een fysieke blokkade aan te leggen op zowel de Hoefkade als de Parallelweg. Het wordt het doorgaande verkeer onmogelijk gemaakt om door te rijden. Dus het verkeer kan wel vanaf het Schenkviaduct nog de stationsbuurt in en daar zijn bestemming zoeken. Maar zal om naar bestemmingen voorbij de stationsbuurt vanaf het Schenkviaduct zal het om moeten rijden over de Centrumring, de Nederkade. Wat is het alternatief voor automobilisten die vanaf het Schenkviaduct komen? Ja, het zal in eerste instantie denk ik even wennen zijn. Want men is natuurlijk aan gewend om een bepaalde afslag te nemen vanaf de snelweg. Maar neem je een afslag eerder, dan kom je misschien nog wel sneller en makkelijker op je bestemming. Dus dat zal even wennen zijn. Maar wat ons betreft gaat er dus veel minder verkeer over de Hoefkade en over de Parallelweg rijden. De uitvoering van het plan zal nog wel enige tijd op zich laten wachten. Dit plan is een voorstel, hè? Daar gaan we dus nu over praten in de gemeenteraad en daar gaat iedereen van alles van vinden. En dan gaan we daarna het plan vaststellen en dan krijg je ook de uitvoering in beeld.
Maar het zou zo maar net over een jaar, over anderhalf, twee jaar in de uitvoering voor elkaar kunnen zijn. En dan het weer. Morgen is er veel zon en het wordt zomers warm. De middagtemperatuur ligt rond de 25 graden. Vrijdag opnieuw een zonnige dag met een middagtemperatuur rond de 23 graden. En dit gebeurt er morgen in Den Haag. Zo'n 40 organisaties vragen de gemeente Den Haag om beter haar best te doen voor het klimaat. Door een fietsparade te houden. De Haagse fietsparade start om 6 uur op het Malieveld. En het Westbroekpark wordt morgen tijdens het Foodtruck Festival Trek omgetoverd tot een groot openluchtrestaurant. Tot zover het Haagse TV-journaal van vandaag. Morgen zijn we er weer om 6 uur op Den Haag TV. Meer nieuws is te vinden op onze website, op onze app voor Android en iPhone en op 92.0 Den Haag FM.